U bent 40. Klopt. Dus u gaat nog niet met pensioen. <laughs> nee, dat hoop ik niet. Maar... Wat gaat u doen? Nou, daar ben ik zelf het uh, allermeest nieuwsgierig naar. Dat zult u begrijpen. Uh, want ja, ik ben zo. Als u het dan niet weet. Nee, ik weet het uh, nog niet. Ik voer wel gesprekken. Ik heb ook wel echt uh, zin om weer uh, wat anders te doen. Ik vond het Kamerlid echt prachtig. Het is echt mooi om het volk, volksvertegenwoordiger te mogen zijn, om uh, ja. die plek in de democratie te vervullen. Dus ik heb het met heel veel genoegen gedaan. Ja. En ik ga nu uh, wat anders doen. Maar wat het uh, wordt, uh, dat weet ik zelf ook nog niet. Maar wat voor type gesprek voert u? Be nou, er zijn, er zijn natuurlijk mensen die, uh, of natuurlijk, maar er zijn mensen die uh, me benaderen van: zou dit wat voor je zijn of zou dat wat voor je zijn. Dus daar, ja. uh, daar denk ik over na. En, en wat zou dan wel wat voor u zijn en wat zou dan niet? Iets voor nou, uitzien? ik zie mezelf minder snel bij een uh, branchevereniging uh, komen. Ik ga ook niet naar een bank en ik zie mezelf ook niet als consultant. Dus ik vind de publieke zaak, uh, daar ligt wel mijn hart om uh, daar toch me voor in te zetten. En of dat dan uh, lokaal wordt, of dat het op andere manieren wordt, of dat het meer met economie en financiën, wat toch, hè, ik ben econoom van huis uit, ik ja. weet wat wordt, ja, dat gaan we zien. U bent ooit begonnen. Of in de voor... volkshuisvesting zou ook nog kunnen. Ja, u bent ooit begonnen als ambtenaar, toch? Op het Zeker. ministerie van Financiën, als ik me niet vergis. Zeker. Zeker. Ja. Is dat nog iets om naar terug te verlangen? Nou, ik weet niet of het direct voor de hand ligt als je elf jaar Kamerlid bent geweest, direct weer op een ministerie. Uh, oh ja, te werken. al die ambtenaren schrijven ook allemaal brieven tegenwoordig over het kabinetbeleid. Dus, uh... Nou ja, op zichzelf mag iedereen uh, in het kabinet uh, laten weten wat hij uh, ervan vindt. Ambtenaren mogen ook een mening uh, hebben natuurlijk. Uh, maar ik weet niet of dat nou direct meest voor de hand ligt. In ieder geval niet op een ministerie. Hè, want dan heb je jarenlang ministers gecontroleerd en dan ga je er direct weer uh, voor werken. Ja. Uh, maar goed, we gaan het zien. Ik, ik, ik sluit. U wilt, u wilt u niet uit. terug naar een ministerie. Nee, dat ligt niet direct voor de hand. Ook niet als u wordt gevraagd om bewindspersoon te worden. Ja, maar dat is meer een politieke rol dan oh, nou, een ambtenaar. Het is hetzelfde rol. gebouw, hoor. Ja, maar dat is wel heel wat deur. Al, dus, ja. ik, ik, ik ben zelf en Tweede Kamerlid geweest en ambtenaar. En er ja. is een wereld van verschil. En zo hoort dat ook. Ja. Uh, dus dat vind ik een andere rol. Maar ik, eerlijk gezegd, ik zwaai nu af. Dus ik, dat is niet het meeste waar ik, uh, waar ik op reken. Ik ga nee. er niet op zitten wachten. Ik ga wel een uh, baan zoeken. Maar uh, zou u beschikbaar ja, dus... zijn? Stel dat er een beroep op u wordt gedaan. Zou het iets voor u zijn? Stel uh, D66 keert niet terug in het kabinet. Uh, en, uh, en uw partij uh, zou uh, uh, dankzij die lijstcombinatie misschien groter... Genoeg worden om te gaan regeren. En er is bijvoorbeeld iemand nodig om het Groningen dossier af te wikkelen. Dus om dat over te nemen van Hans Velbrief. Ja, Klaas de Vries zegt dat het is een eer als je gevraagd wordt. Het is een zegen als het je bespaard blijft. Maar uh, de, de, het serieuze antwoord is dat ik uh, het echt niet verwacht. Uh, maar als de vraag komt, ga ik het echt serieus uh, overwegen. Want uh, als het land een beroep op je doet, dan moet je daar ook altijd uh, uh, serieus mee omgaan. Dus ik ga niet lichtzinnig zeggen dat gaat nooit gebeuren. Uh, maar ik, ik vind het ook niet een heel, heel, heel waarschijnlijk uh, scenario. Nee, maar goed, u, uh, stel dat u wordt gevraagd, zegt u niet op voorhand nee. Nee, dat vind ik ook bij zulke soort vragen dat je dat niet kunt doen. Nee, nou ja, sommigen zeggen eerst nee en dan toch bijna erin zien ja. Ja, maar ik hoop maar dat... Maar gaat het om de NAVO u, en daar wordt u dat, niet voor gevraagd, dat, denk nou, ik. Nee, nee daar dat weet ik wel zeker van niet. Maar ik hoop ook dat u me een beetje kent dat ik altijd heb geprobeerd hier uh, nou ja, eerlijk en open in mijn afwegingen te zijn. En ja. dus ook niet gemakzuchtig ja of nee. En altijd geprobeerd ook om precies in de argumentatie te zijn.